Kees Koppers gaat stoppen bij de ZLTO. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, waarom eigenlijk? We hebben in 2003 hebben we de bestuurlijke reorganisatie gehad en naar aanleiding daarvan zijn de statuten gewijzigd dat het, de bestuursperiode van een bestuurder bij ZLTO niet langer mag zijn dan, 12 jaar. En die periode zit erop, Jan. Dus dat heb ik te respecteren. En aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon zo dat als je eenmaal 62 geworden bent en je hebt het een behoorlijke tijd mogen doen, dan is het ook weer best wel aardig om te zien dat die jongen eigenlijk klaar staat om het stokje van jou over te nemen. En bij mij is dat letterlijk zo, hè, want Remco, daar hebben we het nu over, die is nog maar 30 jaar oud. Het zou mijn jongste zoon kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is echt een verjonging en ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Het is altijd een beetje dubbel, hè, want ja, het werk, het gevoel is nooit af. Hè. Dat is in dit soort werk ook niet zo, dat komt ook nooit af. Dus ja, je laat toch iets los waar je nog mee bezig geweest bent. En, ja, dat voelt wel minder, maar aan de andere kant ja, toch ook gewoon met twee benen op de grond, dat het een feit is wat je ook al jaren hebt aanzien komen. Nou, dat gaat nu dus gebeuren, of het is inmiddels gebeurd, ja, want ik heb al afscheid genomen. Ja, ja. Dan krijg je niet meer tijd voor het bedrijf? Normaal gesproken zou er wat meer tijd vrij moeten komen. Ik doe daarnaast nog wel wat andere dingen, maar goed, dat tijdbeslag van ZLTO was natuurlijk best wel veel. Dus ik denk ook dat er meer tijd voor het bedrijf vrij gaat komen. Ja. Dan ga ik weer gewoon meewerken. Ja. En misschien moet ik mijn plaatsje weer wel een beetje heroveren. Hè, want ja, de arbeidsfilm zoals we die hier thuis hebben, die gaan we nu niet veranderen. Dat blijft gewoon zoals die is. Dus het is alleen maar een beetje aanvullend wat ik kan doen. En dat ga ik ook zeker doen. Ja. Ja, je bent ook lid van het dadelijk bestuur van waterschap de Brabantse Delta. Ja. Er komen nieuwe waterschapsverkiezingen aan. Ben je kandidaat? Ja, ik heb het traject bij ons is al doorlopen. Als het goed is, ligt de brief al bij het waterschap. En ZLTO draagt mij weer voor een periode voor 4 jaar voor in het AB. Dus ik heb niks meer met verkiezingen of wat dan ook te doen. En als de verkiezingen geweest zijn, ja, dan probeer ik weer mijn rol te spelen en mogelijk een DB-positie in te nemen in het nieuwe waterschapsbestuur. Ja. Ja, maar wel ook gelijktijdig aangeven dat dat dan ook echt mijn laatste periode is. Maar 4 jaar, ja, anders zou ik alles kwijtraken. Dat zou een beetje te snel gaan, dat moeten we niet hebben. Nee.